als je ziek bent, dan is het soms heel lekker als je je ziekte gewoon even kan vergeten. En daarom zijn er de Clinic-clowns. Nou, en nou zijn wij benieuwd of wij dat dan ook kunnen en hoe dat überhaupt moet, de clown zijn. Nou, jij bent vooral heel erg benieuwd of je dat kan. Hallo, jij houdt toch zo van wedstrijdjes? Ja, nee, ik hou helemaal niet. Ik ben een beetje bang voor clowns. Maar je hebt nu al de beste neus. Hou je mond, dit is mijn echte neus. Je hebt niet eens zo'n ding nodig. Hey. Dit is Desiree. Zij weet precies waar een goede Clinic-clown aan moet voldoen. En zij gaat hiermee aan de slag. Succes, Desiree. Kunnen we ons hier melden voor de Clinic-clown-cursus? Jazeker. Zien we er niet professioneel uit? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, deze gekkigheid die mag van mij meteen uit. Echt? Maar waarom precies? Wij gaan bij Clinic-clowns voor oprecht contact. En deze pakken, eigenlijk heb je zoiets van, wie zit erachter? Eigenlijk is het bijna een beetje eng. Ja. En het schreeuwt een beetje van, kijk, mij is leuk zijn. En dat is precies niet wat wij doen. Jullie krijgen van mij twee hele simpele rode neusjes. En dan gaan we kijken of jullie het in je hebben. Oké? Okay? Ik ben heel benieuwd. Volgens mij ben ik beter dan jij. Dat zal me niks verbazen in dit geval. Oké, Rachel maakt het lekker spannend. Anyway, pruik en schmink af en in de leer als Clinic-clowns. Denk je dat je het goed kunt? Clown zijn? Grappig zijn? Nou ja, nee, dat denk ik dus eigenlijk niet. Ja, omdat ik het lastig vind om heel erg op commando grappig te zijn. Jij dan? Als ik maar gewoon misschien iets met muziek kan doen, dan durf ik het misschien wel. Maar echt grappig zijn ben ik eigenlijk nooit, dus ik ben ook heel benieuwd. Nee, je bent ook niet heel grappig. Het belangrijkste is wat de Clinic-clown doet, is afstemmen op de situatie. Je moet kijken, heeft het kind er zin in? Is het bang of is het vrolijk? Ja, dat is de opdracht voor jullie nu. Meekijken met Noona en Moes. En goed kijken, wat zie ik? En als ze het niet leuk vinden? Dan zie je dat, als het goed is. 1, 2, 3... Stop, intrekken. Oké, stop! 1, 2, 3! Ja! Wat moet ik ermee? Spelen! Spelen! Je moet spelen! Snel! Kan ik niet! De camera loopt! Oh, pech, dan moet jij weer. Ja. Oké. Okay. 1, 2, 3! Ik zei helemaal geen stop. Ja, maar dit was het einde van het liedje. Oh, ja. Wat vond jij ervan, Vanity? Leuk. Ja? Vond je dat ze goed aanvoelden wat je wel en niet kon en wat je wel en niet leuk vond? Ja. Ja? Helpt het jou nou een beetje als ze langskomen dat je even vergeet dat je het ziekenhuis ligt? Ja. Ja? Dat doen ze wel echt goed. Ja. 1 tevreden patiënt. Door naar de volgende. Die lijkt iets minder lol te hebben in de grappen van Luna en Moes. Ah, kijk, toch nog een glimlachje. 2, gooien. Dan mag de patiënt Moes bekogelen. Let's go! Moes! Hey, heb je net een beetje gelachen om die gekkies? Ja. Ja. Wat vond je het leukste stukje? Tot die ging rennen. Tot die weg ging rennen? Dat vond ik ook een leuk stukje. Of was je wel blij dat ze even je kamer weer uitgingen? Tja, zo gemakkelijk is het dus niet. Zo, het was leuk. Wauw. Echt mooi hoor, wat ze doen. Ja. Wat hebben jullie allemaal gezien? Ze maken dat je ook een beetje verlegen voelt en dat je heel erg op je gemak voelt eigenlijk. Denken jullie dat jullie dit nee, ook dat denk aan ik niet. Durven? Nou, ik denk niet dat ik het kan. Ja, we kunnen het toch op zijn minst proberen? Ja, we gaan het gewoon proberen. Zijn dat onze neuzen? Zijn jullie er klaar voor, jongens? Ja. Voor de eerste opdracht? Ja. Een act. Ja, want Clinic-clown word je niet zomaar. Spannend, oké. Daar gaat een flinke training aan vooraf. Alright. En de opdracht is ter plekke een clowns act bedenken en direct uitvoeren. Ja. Scheet. Beetje wel, ja. Trek eens aan mijn vinger. Heel goed.
Ja, dit was een beetje het idee dus. Jullie gaan samen met Noena en Moes voor 3 kinderen spelen in de speelkamer. Aan de slag dus. Maar er is concurrentie. Hey, yo. Hey, wat doen jullie hier? Yo. Hey. Dit is onze kamer hoor. Hé? Wat? Jullie horen hier niet. Hé? Nee, wij zijn veel cooler dan jullie dus. Nou, doe maar dan. Check eens aan zijn vinger. Nog een keer. Kijk nou, al die appels en die peren vallen gewoon van de grond. Ja, ik heb dat ook. Moet je wel je been optillen, Elmer, anders is het nep. Hé, hey, wacht, ik weet het. Wij zijn de jury. Ja? En jullie doen een wedstrijd. Die ga je rennen. Speelkamer zijn razend enthousiast. Maar is Desiree dat ook? Hoe vonden jullie het? Ik vond het wel leuk. Ja? Ze gingen meedoen. Ja. Ja. Stom. Ik heb niet echt op die kinderen gelet. Hoe stom is dat? Okay. Alleen op die jongen. Ik was te veel met mezelf bezig, denk ik. Maar ja, wat heb jij gezien bij die kinderen dan? Nou, in het begin waren ze vrij verlegen, zaten. Ja. En op het einde, als je kijkt, stonden ze allemaal, waren ze ook allemaal aan het spelen. Ja. En waren jullie gewoon samen nog kerst. Ja, we voelden ons één met elkaar, ja. 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 Echt goed gedaan. Hé, maar dan is het wel handig dat jullie ook een clownsnaam hebben. Clownsnaam. En? 3. Zij is Top. En hij is Doc. En wij zijn van Top Dogs. Jazz fingers.